Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en betekent een nieuwe week en een nieuwe weekvlog. Ik zit nu in de auto met Stan en we zijn onderweg naar Amstelveen. We gaan eventjes de laatste dingetjes halen, want morgen gaan we alweer vliegen naar Alicante. Daan, een vriend van Nina, heeft daar, zijn ouders hebben daar huis en daar mogen we dus in. En dan gaan we lekker 10 dagen in chillen en gezellig feesten en allemaal leuke dingen doen. Dus echt super veel zin in. Lekker weer op vakantie. Dat is echt mijn laatste vakantie, jongens. Ik meen het. Maar goed, heel leuk. Dus ja, Stan wilde eigenlijk nog even nieuwe sneakers, wat shirts en zo. Dus ja, gaan we nu even naar Amstelveen, even wat laatste dingetjes halen. En dan vanmiddag ga ik verder met mijn koffer inpakken, vlog editen. Vanavond ga ik naar Stan en dan morgen gaan we eigenlijk alweer vliegen. We vliegen om 3 uur, dus ik denk ja, dat we er wel een beetje op tijd heen gaan. Misschien 11:30 of zo. Dus in de ochtend gewoon laatste dingetjes en dan gaan we alweer weg. Dus echt zo leuk, ik ben echt een paar dagen thuis geweest. Maar ja, dit wordt wel echt een leuke chill vakantie ook. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ja, dat is ook weer in deze week vlog helemaal leuk. Dus Oké, we zijn even in Amstelveen. We zijn echt al vet goed geslaagd. En we hebben nu even een donut. Dat eet ik echt nooit. Ik heb de Red Velvet Cheesecake. Heerlijk. Lekker. Morgen ga ik lekker op vakantie. Ik kan niet wachten. Iets wat mij heel erg heeft geholpen in deze tijden van vakanties en niet echt een vaste planning is mijn online shopping buddy Hadza. Voor de mensen die mij altijd kijken, die kennen het waarschijnlijk wel, want ik heb het er vaker over gehad. Het is echt ideaal. Het is dus een app. Kan je downloaden in de App Store. En op Hadza kan je dus georganiseerd shoppen. Zoals je hier kan zien, is dit mijn profiel. Ik zou het heel leuk vinden als je mij volgt, want dan kunnen we dus elkaars borden ook zien en elkaar een beetje inspireren. Hier zijn al mijn producten te vinden die ik op het moment graag zou willen hebben. En hier mijn bord. Ik heb bijvoorbeeld iets met interieur, kleding, travel, make-up. Maar ze hebben dus nu ook een nieuwe functie dat je kan zien op welke website het goedkoopst is. Hadza is dus echt gewoon een verzamelplek. En als je bijvoorbeeld erop klikt, dan zie je onderaan, oh, ik kan bij de Bijenkorf kopen. En dan gaat hij er meteen naartoe. Dus dat is echt ideaal. Ook bijvoorbeeld hier zie je dat die in prijs is verlaagd bij de Douglas. Dus krijg je ook een melding binnen van, joh, hey, je favoriete item die je bijvoorbeeld deze maand wilde hebben, waar je voor wilde sparen bijvoorbeeld, is een goedkoper. Dus je krijgt ook aanbiedingen te zien en dat vind ik gewoon heel erg chill. En via deze app hou je het gewoon allemaal in één overzicht. Dus ik vind het echt een lifehack. Wat je dus ook bijvoorbeeld kan doen is een bord met verschillende mensen aanmaken. Dus kan je bijvoorbeeld een wishlist aanmaken voor een verjaardag. Maar als je hem gewoon privé wil houden, kan je ook gewoon je bord privé zetten. Maar ik vind jij wel eens leuk om elkaar te volgen en elkaar een beetje te inspireren. Waar ik hem nu waarschijnlijk veel voor ga gebruiken is voor mijn verhuizing. Ik ga namelijk verhuizen naar Amsterdam. En hiervoor ben ik echt aan het kijken naar kledingkast, naar handige dingetjes voor mezelf wonen en zo. Dus zoals je hier ziet, zoek ik op kledingkast. En je krijgt meteen superveel dingen aangeboden. En je ziet ook alle kortingen. Dus dat is echt top. Deze kast bijvoorbeeld wordt bij verschillende webshops aangeboden. En hier kan je dus ook alle prijsverschillen zien. Dus het bespaart je eigenlijk ook gewoon nog eens geld. Omdat je dus ja, in één opslag ziet van, oh, hier is je bijvoorbeeld in aanbieding. Hier is het goedkoopst. Kan je er meteen heen en ja, het eigenlijk bestellen. Je kan ook op andermans hun borden zoeken. Dus stel je zoekt gewoon op het bord interieur. Krijg je van iedereen die een open interieurbord hebt de borden te zien. Dus word je echt vet geïnspireerd. Het lijkt me heel erg leuk dus om elkaar te volgen. Dus maak zeker een account aan. Kijk even voor jezelf hoe het werkt. Het is echt super makkelijk in gebruik. En dan kunnen we elkaar volgen. Dus helemaal leuk. Helemaal chill. Oké, alles is zo goed als ingepakt. Ik heb, dit gaat mee naar Stan. Dit wordt mijn handbagage. Dit wordt mijn ruimbagage. En check even deze geweldige sneakers. Oh my god. Ik vind deze zo geweldig. I fucking love it. Deze zijn dus van Fauté sneakers. Ze hebben dus super veel leuke Dunks, Jordans, allemaal leuke Nike's. En ik ben echt helemaal obsessed met deze. Ze zijn dus donkergroen. En ik heb dus ook de Dunks Panda Low. Die heb ik hier ergens in zitten. Maar ik zal het allemaal in Spanje nog even goed laten zien. Maar ik had ze even aangetrokken om te kijken hoe ze eruit zagen. En toen werd ik echt obsessed. En ik wil ze niet meer uitdoen.
Dit is toch geweldig. Oh, ik vind ze zo fucking vet. Ook met die gele details. I freaking love it. Oh, ik ben zo verliefd op Dunks en Nikes. En... Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. We zijn nog op Schiphol. Op zich ging het allemaal gewoon prima. We hebben wel een tijdje in de rij gestaan, maar we waren ook wel rij van tevoren gegaan. Dus op zich is het wel gewoon prima. Het is nu, ja, 2:30. En we vliegen om 3:00. Dus ja, we moeten wel nog 1,5 uur wachten. Of een broodje in stag gehaald. Had je dus hier. Het zit echt een hele kleine gate. Gate M. Het zit echt gewoon 3 dingen. Maar oké. We kunnen ook zoiets daar zitten bij de computers. Ze hebben stopcontact. Nee. Hij zit ook. Nee, helemaal prima joh. Ik zit wel. En dan gaan we lekker vliegen. Nou, we zitten in het vliegtuig. Gelukkig geen vertraging. Dus het gaat allemaal wel goed. Het is 2:20 vliegen. Dus... ja, echt super chill. Ik zit lekker bij het raam, dus ik kan lekker naar buiten kijken en vloggen. Helemaal leuk. Dus ja, ik kan niet wachten totdat we er zijn. Doei! Ja, hij rijdt nu achter ons. Loser. We hebben gewoon een kaart ingehaald. Kijk! Ze gaan achter elkaar, joh. Ja, die langs waren. Ja, daar is weer een andere EasyJet. Nou, het is niet normaal hoeveel vliegtuigen er zijn. Zo, gewoon in 10 minuten gewoon al 4 of 5. Wat fuck. Nou, wij hebben even een lekker drankje, mijn fave, Aperol Spritz. Mooie view. En we moeten nog... precies een uur. Nee. Ja, nog een uur. Ja, nog een uurtje. Zo. Ik denk dat het korter, want het was 2:20. Ja. Volgens mij ging het 10:20. Ja. Super chill. Dit is echt een life hack. Ik ga even mijn telefoon bang en de serie kijken. Nou jongens, we zijn aangekomen. Zo chill. Aangekomen bij het huis. Ze zijn toch aangekomen? Ja, ik ben 20 kilo aangekomen. Het is nu half lichaam. We zijn lekker een rozeetje aan het doen. Heerly de peerly. Laten we even een rustig avondje. En morgen zien we wel nog. Ja, we zien wel verder. Ik vind het zo chill dat we eigenlijk nog geen strakke planning hebben. We zien het wel gewoon. We kunnen ook bijvoorbeeld gewoon de laatste paar dagen uitgaan op het leukste. Ja. Als het allemaal niet zo lekker is. Ja, Anne is echt fucking ziek. Ja. En in de ochtend even wat. Dat is geen kies. Maar het is echt kut, want Anne heeft waarschijnlijk gewoon een zieke keelontsteking. Maar ze is wel mee, echt een strijder. Maar morgen hebben we een afspraak bij de dokters. Hopelijk krijgt ze antibiotica en voelt ze zich snel beter. Maar het is zo kut. Ja, ik hoop het echt voor haar. Anders heb je echt een kutvakantie. Goedemorgen, maat. Het is vandaag woensdag. We zijn wakker geworden, zo lekker geslapen. We gaan even lekker ontbijten. En gaan we zo sporten. Heel chill, heb je hier dus een sportschool dichtbij. Dus we kunnen gewoon lekker sporten nog. Ja. Helemaal leuk sportsetje mee, dus ik heb het dus niet echt heel leuk. Ik vind het super leuk. Nou, we hebben nu lekker ontbeten en we gaan dus nu even lekker sporten. Heerlijk, ik ben echt benieuwd naar die sportschool hier. En verder even lekker chillen. We zijn echt heerlijk aan het chillen en aan het zonnen. Ik heb het heet, dit is niet verbrand, want ik heb gewoon letterlijk nog niet met mijn hoofd in de zon gezeten. Maar het is zo heet hier. Ik was gewoon zo warm. Petje lekker tegen de zon. Ik ben gewoon lekker aan het zonnen en aan het zwemmen. Gelukkig al bezig met Anne. Ik heb een antibiotica gekregen van een dokter. Dus ik ga lekker in de schaduw chillen. Ik ga lekker zwemmen. Echt helemaal chill. Minder gek te bakken. Echt leuk. Zo chill.
Zo, de meiden hebben een hele kar vol boodschappen gehaald. Niet normaal, maar wel heel... Ik doe niet alles, maar... Nee, het is niet eens alles, maar komt goed. We hebben net boodschappen gedaan. Echt pakken veel gehaald. We gaan vanavond dus barbecue, echt leuk. We hebben echt nog na die kar nog zo'n kar gehaald. Dat is echt niet normaal. We zitten nu even lekker aan het strand hier in Madeira. Super gezellig, echt heel chill. Gelukkige hapjes, calamares en zo. En ik heb een vlek op mijn broek. Nou, helemaal top. Het is echt zo lekker vakantie vibes, love it. Meneer wilde heel graag op. Gaat u zo snel? Ja. Heel snel. Hey, ik weet niet of we lekker vandaag morgen. Ja. Shit, ja. Mijn zoom. Hij doet het niet. De saxofoon. Oh, Nien is zo cute. We hebben lekker gin tonic. Zo, we hebben even lekker een drankje gedaan op het strand. Dat is echt top. Het is echt bizar heet gewoon nog. Ja, maar nu zou je gewoon nog kunnen zwemmen. In ja, zee, ik ga zo even een duik nemen in het zwembad. Oh, 100%. Ik ga de hele avond nog liggen. We gaan lekker barbecue, gezellig. We hebben lekker vis en vlees gehad vandaag. Ja, heerlijk lekker barbecuen. Ik heb het helemaal naar mijn zin hier, niet normaal. Nou, ik wil nog helemaal niet weg. Nee. Nou jongens, we gaan lekker barbecue. We hebben salade, broodjes, burrata en natuurlijk lekker barbecue'tje. Wat top! Dit is toch niet normaal? Love it! Jeroen? Kijk jongens. Serieus partij hier. Stan gaat de meiden even les geven. Ik vind het heel leuk. Ik wil ook inzoomen, hè. Nee, Anne neemt nu de camera over, want dat is beter. Oké, ja. Ruim zo, wacht. Dus dan. Oh, oh. Oh. Saar heeft nog geen bal gevangen. Nee, nee, nog niet gooien. Dat stopt hem sowieso. Saar, je hebt echt geen balgevoel. Ja, ik heb hem niet. Dat had hem niet. Hey. Stan is de lummel. Stan, ja. Oh. Stan, jij laat jezelf ook gebruiken, hè? Nou, cheers. Liever dan maar een keer gebruiken. Hey, lekker aperol. Lekker aperol. First experience Pablo. We hebben lekker geunoot. Eeuw. Anne leeft ook weer. Heer, ik beuk even al die dingen. Heb je het ook maar gehad? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Jij was de hoogtepunt van de week. Maar ik leef. Daan is er Daan is er klaar mee. Nina die is aan wat te drinken hebben. Dat gaat er ook niet in. Ho, zo. Stan heeft een scheiding van hier tot Mekka. Stan gaat even een bommetje doen en nu voor de camera. Zullen we een bommetje doen? Oh. Ja. Jongens, we gaan een bommetje doen. Bommetje. Ik wil ook mijn appelrol. Oh my god. Goedemorgen al. Het is vandaag donderdag, toch? Nee. Het is zondag. Oh, het is donderdag. We zijn weer aan het sporten. De vlog gaan we even kijken hoe erg je zweet. Het is hier zo holy shit heet. Ik heb er wel meegemaakt. We hebben vandaag ook billenbenendag. Dus... Nog heter. Helemaal. Ik kan zeggen dat we goed hebben gespaard. Dat is wel te zien. Normaal. Jezus. Echt, ik overal waar ik wrijf is het gewoon omdat ik in het water heb gelegen. Ik snap niet hoe mensen hier elke dag zeg maar, in kunnen sporten. Sommige mensen zijn zo gewend aan het weer. Maar als je hier niet aan gewend bent, is toch zeg maar, je kan je hoofd afvegen, maar binnen het komt van... gewoon meteen weer terug. Ja. Dat is echt fucking bizar. Nou, wij gaan even snel wat boodschap halen. En dan... gaan we meteen het zwembad in springen. Ja. We zijn terug van sport aan. Ik heb meteen lekker een duik genomen in het zwembad. Zo fucking chill. Ik heb heel veel te eten maken, want ik heb een beetje honger. Ik had niet echt ontbeten, want ik heb zo'n honger nog eens. We zijn gewoon lekker aan het chillen. Zo top. Ik ga even een beetje verder met editen. Maar we zijn gewoon lekker aan het chillen. We gaan vanmiddag even naar het strand. Zo leuk.
Nou, we zijn weer lekker lunch in elkaar aan het flansen. Een beetje de dingen die we over hebben van gisteravond van de barbecue. Het staat echt na één spies al vol. We hebben lekker zalm nu. Yum! Love it! Zo, ik zie er niet uit! We zijn lekker op het strandje. Nou, lekker. We zitten alleen maar te zeiken omdat het zo fucking heet is. Doet heet, joh. Ik kan hier echt nog geen seconde zitten. En die zee is heel ruig. Wat gaat die lul doen dan? Het is zo grote golven dat je niet echt lekker in het water kan. Ja, het is wel heel mooi. Ja, daar. Het is hier ook wel mooi, man. Kijk, dit koppel zit hier. ANWB koppel. Kijk nu film ook. Kijk muziek, die zee nu is. Ja. Wow. Maar dan is het minder stroming. Ja, ik denk dat het wel. Goed, even lekker bij een tentje weer waar we gestuurd zaten. Lekker aprolletje. We hadden net babysquid. Als er niemand fluiten, moet er heel lang fluiten. We gaan zo naar huis en vanavond gaan we lekker uit eten. Zin in. Nou, we zitten lekker te eten. We hebben gewoon een fles rosé voor 13 euro. Echt bizar. Ja. En ik heb een camembert. Allemaal lekkere dingen. Helemaal chill. Super gezellig. Chill, 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 chill. En Anne zit er ook gewoon bij, hè? Met de koppie. Met de Anne is weer helemaal van de game. Ja. Nee, dat nog niet. Nou, het is helemaal gezellig te eten. Ik ben heel te niet scherp. Dit is echt zout. Alleen maar de achter. Ook even niet honger, man. Ik heb gammas van de grill. Ja, je hebt hele, ja, hele borrelplan. Brans. Ja, hè? Is zout. Ja. Oh, lekker. Mag ik die carbonara? Ja. Oh, hier had ik echt zin in. Lekker granalen. Het ziet ook lekker. Gas. Wat zit er allemaal in dan? Ja. Hij heeft gewoon een Long Island. Ja, Bacardi, vodka, tequila, ja. Gin. Gin, tequila, oh, ja. Neem even een slokje, neem even eerst een slokje voor de vlog. Ja. Ja, we gaan het gewoon doen daar. Ja, maar het boeit me niet. Ja, blijf gewoon vlug. Ja. Jij hebt Sex on the Beach, altijd goed. Whisky. Ja, ik wil gewoon daar. Lekker. Ja? Ik heb kwaad te worden. Hoe is het dan? Zo. Kijk, ze komen. Zoet? 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 Weet je wat hier in de Kia wel, hoor? Weet je wat hier in zit? Bacardi, vodka, Bombay, tequila, Contrao. Gin. Bombay. Ja. Nee. Dit was mooi. Laat in de comments weten of je ook fan bent van Gin Tonic. Ik niet. Anne niet, Anne niet. Anne is op de water vandaan. Oké, ik wil even gewoon echt een meme. Nien is gewoon met jurk en al, fliek en al. Kijk, in de. Oh, dankje. Zet mijn handdoek vast. Klaar. Vast. Handdoek vast. Klaar. Nien wilde even gewoon een deukje nemen, ja, weet je. Dan moet je het gewoon doen. Ja, maar kijk, ik wilde de broekjes gewoon houden, dus ik dacht. Ja, en kijk, wij hebben heel veel pieces. Zij heeft gewoon een jurk op hang klaar. Ja. Hey Stan. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Anna heeft heel leuk mijn haartjes gelegd. Even leuk. Ja. Je hebt zelf ook een andere variant. Ja, ook heel leuk. En we gaan vandaag naar, we hebben echt opeens last minute besloten,
Fons de Algar. En het heet ze? Ja. Jij weet dat dan weer. Ja, ik heb het toch net opgezocht, joh. En dat zijn echt ziek mooie plekken met allemaal watervallen. Is voor nummer... Oh, ik had het waar ik dan kan staan. Nee. Dat dacht ik. Maar daarna gaan we naar Altea, want het ligt dus iets boven Altea. Hé, mijn camera is een beetje beslagen. En het is echt fucking. Ja, gaan we daar naar het strand. En vanavond gaan we dus naar een hele leuke tent in Delia. Eerst het eten en dan uit. Woe! En gisteren gingen we fucking random opeens uit. Dat was helemaal niet de planning, maar het was wel gezellig. Hé, schat? Ja, je mokken. But I did tonight, so it'll be the best memory. We zijn even aan het roadtrippen met de girls, maar die lukken we aan te vallen. En we zijn echt fucking hoog al in de bergen. We hebben allemaal off-road. Je hebt ook slecht. Zo hoog. Best memory. Doei. Maar ik heb ook een spaat liedje opgezocht. Hè? Ook een spaat liedje. Bam bam. Oké, de chique, nee. Laatste bam bam! Van Camille Cabello met Ed Sheeran. Oh ja. Bam, weet ik niet. Rob Sanchez, dat is ook zo. Bam bam bam. Wauw. Dat is ook wel mooi, zo'n typo. Ik denk dat we aan dit doeken. Dit is zeg maar echt geen Spaans nummer. Nee. Zij is toch Spaans? Ja. Zij zingt gewoon een stukje Spaans hierin hoor. Lulloos, doe maar harder. Nee, maar ik vind het schattig. Nou, we zijn er en het is echt fucking druk. Dat hadden we gewoon echt niet verwacht. Het is ook wel weer een beetje dom natuurlijk. Maar het is wel, wel mooi. Kijk, dit is de waterval. Nee, hij zit daar achter. Maar je hebt gewoon een hele route lopen. Wel leuk. Nou, helemaal cute. Doei. Echt super warm. Maar kijk eens. Tada! Heel druk wel, maar wel heel leuk. Meisjes, schatjes. Ik speel candy. We waren net bij de waterfalls. Ja, dat was echt wel mooi, maar het was wel heel druk. We hebben wel leuke foto's gemaakt. Maar we hadden echt niet normaal voor honger, want we hadden alleen ontbeten. Het is nu bijna 4:30. We zijn nu in Altea. Bij het strand en we zitten hier nu gezellig bij een restaurantje, gaan even lekker wat eten. Oh, wat lekker. Wat goed. Zout is niet. Nou, ik ben weer klaargemaakt. Helemaal fliek met een girl. Oh, moet terug. Zinny. Helemaal fliek. Anna. Helemaal fleeky wiki. De Bob vanavond. En we gaan nu fucking sushi eten. Oh jongens. En we gaan uit. Hoe geweldig. Ja. Ik hoop in Denia trouwens. Ik hoop dat we kunnen lopen vanaf het restaurant naar de club. Ja. Nou, dan pakken we gewoon een taxi. Ja. Als we een taxi hebben, 10 minuten lopen is prima. Ja. We hebben al de eerste gerecht. Oké, ik ga ook een foto maken van moeder. Jongens, het is zo leuk tentje. Echt niet normaal. En die wijn? Is echt bizar. We hebben Verdecho de duurste, maar 22 euro. Echt, hoe kan dat? Ik kom een beetje aan. Oké, we zijn nu sushi aan het eten en het is echt niet normaal lekker. Echt, moet je heen gaan. Het is echt ook helemaal niet duur voor wat je betaalt, voor wat je krijgt. Gewoon helemaal, zo leuk. Heerlijk. En dit zijn ook echt de lekkerste boontjes die ik ooit in Nepal op heb. Er zit een soort teriyaki saus overheen, echt heel lekker. Nou, hij is zo goed, maar het is een beetje rood. Kijk. Zalm en cream cheese en... Het lijkt zo als het draaien. Jij zit met gehoorlijk. Oh, dit is een ja, dit is een ja, prima. Ja, van Happy Vloed. Is het nu niet druk daar op die plek, weet je, met de waterval en zo? Hij zegt, ik dacht dat ik gisteren loop in Moreira. Ik heb lekker mijn favoriete drankje op deze hele wereld. En een lekker shot. Lekker 43, nou let's go. Het is echt zo'n leuk tent hier. En we hebben echt bizar goed gegeten. En dit zijn mijn schatjes, Daan en Ann. Ah, toeties. Is die lekker? Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Al is vandaag aan de water van morgen zijn. Ja. Vandaag laatste dag Bob en morgen knallen. Hier hebben we
weer het duivelse dilemma. Een Porsche Martini. En dan heb je een shot. Maar ja, wat moet je er nou mee? Volgens mij moet je hem shotten. Deze leven. Ja, ja, volgens mij moet je hiermee je smaakpapillen een soort neutraliseren. En dan dat drinken, want dan is dat dus extra lekker. Ja, en dan die persoon. Ja. Maar ja, je kan er eigenlijk mee doen wat je wil. Ik neem eerst een shotje. Hij is niet normaal. Ja? Deze is zo lekker. Hij is heel goed. Let's try. Oh. Maar als je een mojito wil, wil je dat het zo is. Zonder van die kutmojito. Ik ga bij mijn gym proeven. Echt een mokerbel. Standing mojito is niet normaal. Nee. Schat, kom niet vaak op de vlog, maar waarom vraag je dan ook? Oh ja, we gaan shotten, ik ga het filmen. Ga jij meedoen? Oh, oh, wie moet ik dan filmen jou? Oh, ik ga dat shotje niet in je drankje doen. Nee, een champagne shotje. Kijk hoe moeilijk zijn het kijken. Oh. Het gaat helemaal fout. Het is snel, anders ook niet. Geen moeite mee, hè? Nice. Die muziek gaat zo fucking hard opeens. Het is vandaag zaterdag. Gisteren was echt fucking druk. Die wijn, die sushi was echt niet normaal gewoon. En die club was ook echt fucking leuk. Ik heb even lekker mijn bikini aan en ga nu even lekker zwemmen. Het is al best wel laat. Ik heb net een boodschap gedaan met Anne. Het is al 4, maar een beetje uitkateren en zo. En vanavond gaan we echt naar Benidorm. Gaan we weer fucking ordinair uit. Ik heb echt net wel zin in. We hebben vandaag echt heel de dag gewoon geen kloot gedaan.
ben gewoon weer in mijn pyjama. Ik heb gewoon een paar in bed gelegen. Gechilled, was ook niet een hele mooie dag of zo. We gaan vanavond weer uit, dus even een beetje uitrusten en zo. Ik ga nu even een vis bakken in de pan, want ik heb honger. We hebben dit. We hebben een goed gevulde koelkast. Dat sowieso. Even kijken. Ik ga dit even maken. We zetten even de kaarten. Hey, maar ik hou het bordje heel kut, als ik in slaap viel, kwam de bekken van Nina. Ja, ik heb heel aan. Ik denk wel gewoon 5 minuten hier een heel uur lang. Nee, ik kan het niet op. Je wil Spanje geslagen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dan gewoon terugslaan. Ja. Iedereen heeft stonden. Rakitakitakit. Waar is dat liedje? We gaan weer Aperol Spritz, drink Spritz. Dat betekent Prosecco. En we willen een taxi regelen, nou, dat lukt gewoon niet. Fucking irritant. Ik ben hier met Daki. Oh! Nee! Oh. De hele dag heeft hij gewacht op het moment dat hij die champagne mocht poppen. Jongens, het ging helemaal fout. Jongens, we zijn in Benidorm en we zijn echt... In het beste restaurant. We zijn echt... Ja, echt ongelooflijk. We gaan lekker ASO meedoen. Laat alleen deze pizza afzien. Ja. Dit is gewoon... Dit is gewoon het level van vanavond. Lekker voor een hoofdprijs van 10 euro. We zitten echt gewoon in een azo kut tent. Omdat ze allemaal hele kanten willen. Ja, oké, waar wil je kijken? Ik wil niet, dit hoeft niet. Dit heeft geen zin. Misschien wel een extra gerechtje erbij. Ja, ik wil ook wel wat iets delen hoor. Een calamaris wil ik. Jongens, we zijn in de tent. Dat is niet normaal. Oh my god. We slapen helemaal weg. Nee. Vandaag zondag. We gaan lekker het eten, want ik had echt de grootste kater die er bestaat. Ik was zo naar de kloot, dat was niet normaal. Ik hoop dat die sleutel niet. Je hebt thuis sleutel, hè? En ik heb heel de tijd bij bot gaan. Ja. Maar ik had een ibuprofen genomen en ik voelde me helemaal weer het vrouwtje. We gaan nu bij een super lekkere tent eten. Het heet de Food Bar. Dat is allemaal sushi en weet ik het allemaal. Nergens over voor, ze mij gewoon die deur weggebeukt. Ja. En ja, we zijn helemaal gefliekt. Jee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 
We gaan lekker oesterjes nemen. Ik weet niet hoe ik dit ga eten. Hij wil eruit. Ik denk dat ik een helpje probeer. Cheers. Hij kan groot, ja. Oh, hij was een beetje groot. Ja,
jongens, ik ga weer de vlog afsluiten, want het is maandag. Ik heb alweer de vlog gemaakt. Hoe gaat het? Gisteren was fucking leuk, echt zo lekker gegeten. Maar, dit was weer de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken, delen, weet ik het allemaal. En dan zie ik je zo weer. Doei!